Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal Hoefwijzer. Het heeft even geduurd, maar ik mag eindelijk na best wel een lange tijd weer een heel groot pakket voor jullie unboxen. En hij staat naast mij. Hij is van Agradi en hier zitten allemaal hele gave paardenspullen in. De meeste van jullie zullen Agradi wel kennen omdat ik dus mijn merchandise via Agradi verkoop. Zoals bijvoorbeeld dit hele mooie shirtje, maar nog veel meer. En er komt ook nog veel meer aan. Maar naast dat ze mijn kledingcollecties verkopen, verkopen ze natuurlijk ook veel meer andere paardenspullen. Hier zitten dus ook paardenspullen in. Maar ze verkopen ook producten voor andere soorten dieren, zoals katten, honden, hamsters, wat dan ook eigenlijk, zelfs kippen. Nou, bedenk het maar eigenlijk. Maar goed, Agradi heeft mij dus deze hele grote doos opgestuurd, want ze wilde heel graag dat ik hier een video over ging maken. En deze doos is dus enorm, maar is ook heel erg zwaar. Ik heb hem met de kruiwagen helemaal hier naartoe moeten rijden, want anders was dat gewoon niet te doen. En hier zit dus een hele gave collectie in. Want sinds vorige week verkoopt Agradi ook Escadron producten. En ze hebben mij dus de nieuwe collectie van Escadron opgestuurd. Dus ik wil eigenlijk niet te lang wachten. We gaan hem openmaken. Ik weet verder niet wat er echt precies in het pakket zit. Ik heb wel wat stiekems gezien over de nieuwe collectie, omdat Agradi natuurlijk op hun social media heeft aangekondigd van kijk, we verkopen nu ook Escadron. Ze zijn super trots op natuurlijk. En ik heb dus al wel de nieuwe kleuren gezien van de collectie. Dat zijn donkerblauw, volgens mij een soort van olijvenkleur, een beetje groenig en oranje. Dus we gaan het zien. Ik weet niet wat erin zit. En ja, ik ben benieuwd welke kleur. Ik vond alle drie de kleuren eigenlijk wel heel gaaf. Ze hebben alle drie wel weer iets. En ze zijn dus verkrijgbaar bij Agradi. Maar dat weten jullie nu ondertussen wel. En de doos is open. Zo moeilijk was het. Zo moeilijk was het helemaal niet. En ik zie al wat. En ik zie ook een blaadje. Want we stoppen er altijd ook even een blaadje bij met wat erin zit. Oeh, dat mag ik niet. We kijken. Zo, die is weg. Dan ga ik kijken wat erin zit. Ik vind het heel spannend en ik heb het echt gemist. Ik wil zo graag weer vaker unboxing video's opnemen. Ook omdat jullie dat heel leuk vinden. Ik ga dus niet kijken. Ik voel hier het eerste ding. Ik voel heel veel dingen trouwens. Ik voel hier denk ik een halster. Laat ik die maar pakken. Ik zal hem even uit plastic halen. Ik ben heel benieuwd. Daar gaat hij dan. Achter de oren en bij de neus is het heerlijk zacht. Wauw. Ik vind deze wel heel gaaf hoor. Hij is dus donkerblauw met een beetje een beige taupe-achtige kleur. Op de neus van het halster staat de naam van de collectie. En ook op de zijkant staat ook nog zo'n mooi plaatje van Escadron. En hij is dus aan de linkerkant verstelbaar bij het hoofd. En onder de kin is die ook nog verstelbaar. En ja, ik vind die kleuren eigenlijk wel heel gaaf. Het is heel chic. Ook best wel volwassen. En dat vind ik ook wel gaaf. Dat heeft ook wel weer iets. En deze ga ik dus even aan de kant leggen. Want er zit nog veel meer in die doos en ik kan niet te lang wachten. Dus we gaan lekker verder. Daar gaan we naar het volgende. Ja, hier zit volgens mij een heel groot dekje. Maar zal ik die meteen pakken? Dat is wel echt iets heel groots. Oeh, ik zie het al. Wow. Ik kan er zo van genieten om plastic eraf te halen. Wauw. Het is een beetje groenig, taupe-achtig. Zo even de andere hals erbij pakken. Ja, dat verschilt wel. Dit is echt taupe-achtige kleur. Het is een beetje beige, roze, grijs. En dit is meer een groene kleur. Maar deze is wel van de Platinum collectie. Het is een lekker dik dekje. Volgens mij is dit maat dressuur. En hij heeft aan de voorkant dus klittenband zitten, zodat je hem aan het zadel kan vastmaken. Hij heeft aan de zijkant dus een paardenhoofd en ook nog de Platinum collectienaam opstaan. En ik vind hem echt heel mooi. En hij heeft hier eigenlijk zo aan de zijkant een band. Het is wel gaaf. En dan daarnaast die naam. Wauw. Ik ben heel benieuwd wat het volgende is, want het is heel zwaar. En ik denk dat dit de doos ook echt zwaar heeft gemaakt. Dus ik zal even kijken. Oh, het is oranje. Wat is dit nou weer? Ik zal het even lezen. Als een zware tas. Ik zal hem even openmaken. Dit kan je denk ik gebruiken als je bij je paard bent. Oeh. Ja. Wauw, hierop staat gewoon Escadron in zilveren glitters. Oh, echt heel mooi. Dit is de tas en hij ziet er ook heel chic uit. Ondanks dat hij een heel fel kleurtje heeft, ziet hij er wel heel mooi en chic uit. Dat komt denk ik ook vooral door het patroontje aan de zijkant. Want in dat patroontje zitten allemaal stijgbeugels. Het ziet er heel gaaf uit. Hij heeft dus hier twee kortere hengsels, maar ook hier een langer hengsel. Kijk, dan kan je hem over je schouder heen hangen of over je hele lichaam. En ik zal hem even openmaken. Aan de zijkant kan je allemaal dingen erin doen. Daar heb je ruimte, maar ook,
kijk, hierin heb je gewoon heel veel ruimte om allemaal spullen erin te stoppen. Dit zou je echt perfect als een hele grote poetstas kunnen gebruiken. Maar hier kunnen ook hele andere producten in, zoals shampoos, handdoeken. Dit is eigenlijk ideaal als je op stap gaat met je paard. Want dan kan je gewoon heel veel spullen in één tas doen. Dan kan je het ook niet makkelijk kwijtraken. Er zit alles gewoon, of bijna alles in één tas. Ik weet niet hoeveel er nog in zit. Ik denk niet zo heel veel meer. Oeh, ik voel wel weer nog een dekje. Die ga ik ook mee pakken. Oeh, wauw. Dit is een heel donker dekje. Ik zal hem ook even uit plastic halen. Even kijken. Wauw, wat voor kleur is dit? Het lijkt heel donkerblauw. Ik vind oprecht dat Escadron hele mooie en chique spulletjes uitbrengen. Oh, wat me nu pas opvalt is dat die naam hier zo helemaal omheen staat. Oh, dat ziet er heel gaaf uit, zeg. Dus aan de buitenkant van het dekje staan nog allemaal letters met zilveren glitters. Echt prachtig, met ook nog een zilveren koord. Het logo ziet er ook heel mooi uit. Dat past er supergoed bij, want dat is ook in het zilver. De kleur vind ik echt heel magisch. Het is gewoon donkerblauw, maar het heeft ook iets groens in zich. Zoals je ziet is dit een veelzijdigheidsdekje. Dus dit kan je gebruiken bij een veelzijdigheidszadel of springzadel. En ik vind hem echt prachtig. Oké, we hebben nu al twee dekjes gehad. Een halster en een hele grote tas. Dus zoveel kan er toch niet meer in zitten. Oh jee, volgens mij vond ik weer een halster. Oeh, volgens mij is dit dezelfde. Ja, volgens mij wel. Oh, dan heb ik er één van Noor. Oh nee, wacht eens even. Deze heeft een blauwe rand. En deze heeft volgens mij een groene. Ze lijken heel erg op elkaar, maar deze heeft dus een groene rand. En heeft ook verder gewoon dezelfde details. Heeft ook letters op de neus staan. Hij is ook gewoon lekker zacht onder de neus en onder de oren. En aan de zijkant heeft hij ook weer dat mooie logo erop staan. Ja, het is gewoon een prachtig halster. Ik vind ze alle twee heel chic. Hier voel ik een soort van touw. Dat hoort denk ik dan bij het halster. Oh, het zijn er twee. Oh, dit is dan de donker... Ja, dat zie je natuurlijk. Maar het is de donkerblauwe en de groene. Ik vind het echt heel gaaf hoe ze die zilveren glitters door het halstertouw heen hebben verwerkt. Ik heb dat eigenlijk nog nooit eerder gezien volgens mij. Ik denk dat als dat het niet had, dan zou het een best wel saai halstertouw zijn. Vooral die donkerblauwe, want ik heb zelf best wel veel donkerblauwe halstertouwen. Maar dit maakt het wel weer een stuk specialer. Dus ik vind het eigenlijk wel heel mooi en gaaf. Net als de rest. Ik noem alles mooi en gaaf volgens mij. Het volgende zijn beenbeschermers. Oh, en dit is ook weer die groene kleur. Ik vind het echt een hele aparte kleur. Want het is inderdaad een soort van leger, olijfachtig kleurtje. Zo. Oh, en een bond heeft ook weer een ander soort kleurtje dan de meeste beenbeschermers. Want de meeste beenbeschermers die hebben iets zoals wit. En dit is een beetje... Ja, het heeft een beetje een beige-achtig tintje. Op Mo zou dit echt perfect staan, want dit is eigenlijk zijn vachtkleur. Dus dan zou je dat bont eigenlijk niet zien. En op de beenbeschermer staat natuurlijk Escadron. En er staan ook hele mooie glittertjes op. Wauw, heel mooi. Ik denk dat we alweer een beetje bij de laatste spullen zijn. Maar ik heb eigenlijk niet echt een idee. Oeh, wat is dit? Pak ik nu... Is dit het laatste? Zal ik het... Ja! Oh, er zit nog één ander ding in. Dat lijkt wel een blaadje. Wat is dit? Even... Gauw kijken. Oh, dit is een boek. Wacht, hier gaan we zo meteen nog even kort naar kijken. Eerst dit. Dit is volgens mij een deken. En ik ga hem eruit halen, maar ik denk dat je het beste de hele deken kan zien op het try-out shot, zeg maar, als Moos of Noor aan draagt. Oeh, hij voelt heel speciaal aan. Is het geen vliegendekenachtig stofje? Zo lijkt hij wel. Ja, dit is een vliegdeken. Ik heb het even op het kaartje gelezen. Ik wilde het gewoon zeker weten, want hier aan de zijkant zit er dus wel allemaal van die gaatjes. Dus dat heb je eigenlijk bij iedere vliegdeken, zodat de deken wel ademend is en dat het paard het niet te warm krijgt. Maar dat de vliegen ook niet zomaar het paard kan irriteren of zo. Bij deze deken zit bij de schoft hetzelfde soort bont als bij de beenbeschermers. En verder loopt er een zilver met groen koord langs de hele deken. Het ziet er super mooi uit. En aan de voorkant zit natuurlijk het Escadron logo. En bij de schouder lopen weer die hele mooie letters, wat er echt heel, heel, heel mooi uitziet. Op de rug is de deken dicht en daaronder, vooral bij de buik, is de deken open. En daar heb je eigenlijk dat vliegen dekenmateriaal. En daaronder hangen natuurlijk ook buiksingels, zodat de deken niet zomaar kan schuiven. En dat hij mooi en goed op zijn plek blijft liggen. Dit boekje zat ook in de doos en hier staat die mooie print op die je ook op de poetstas kan vinden. En hier kan je dus alle
producten van de nieuwe Escadron collectie vinden. Alle oranje, donkerblauwe en groene producten. Ja, ik ben echt wel verliefd op. Ik vind het een hele mooie collectie en ik wil Agari heel erg bedanken dat ik dit pakket van ze gekregen heb. Er zaten echt superveel spullen in deze doos. De doos is gigantisch, maar ik had niet verwacht dat er zoveel in zou zitten. Het zijn ook allemaal hele grote producten. Wil je nou de nieuwe Escadron collectie bekijken? Ga dan naar agari.nl en in de beschrijving heb ik ook een link staan, waardoor je meteen naar de juiste pagina gaat en waar je dus alle mooie Escadron producten kan bekijken en waar je ze eventueel ook kan bestellen als je dat wil. En dan hoop ik natuurlijk dat jullie dit een hele leuke video vonden. Als je dat nog vond, vergeet dan geen duim omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En volg Agari natuurlijk ook even op social media, want dan ben je altijd op de hoogte als zij een nieuw merk gaan verkopen of als er een nieuwe collectie binnen is. En dan ben je de eerste die op de hoogte is. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei! Nothing can break me.